Ik ben Astrid met topberichten van Nieuws Online. Kiss naar Ziggo Dome op 12 juni 2023. Kiss verlengt de afscheidstournee End of the Road World Tour en keert daarbij op 12 juni 2023 terug naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Na deze tournee stopt de legendarische Amerikaanse glam rockband definitief met toeren. De kaartverkoop voor de show in Amsterdam start vrijdag 9 december om 10 uur ochtends via Ticketmaster. Na een legendarische carrière van ruim 45 jaar, begon KISS in 2019 aan hun allerlaatste tournee. De uitgebreide tournee kreeg de toepasselijke naam End of the Road World Tour. In 2022 speelde de band al een extra concert in Ziggo Dome als onderdeel van deze tournee. Wegens groot succes komt KISS terug naar Europa voor een derde deel. De Rock and Roll Hall of Famers, die wereldwijd meer dan 100 miljoen albums hebben verkocht, wijden deze laatste tournee aan de miljoenen Kiss Army fans over de hele wereld. De devotie en trouw van The Kiss Army aan de hottest band in The World is een overduidelijk signaal van de onverbrekelijke band tussen de rockband en zijn fans. Met hun larger-than-life stage performance heeft Kiss decennia lang bewezen dat ze zonder twijfel keer op keer de meest iconische live show in Rock and Roll neerzetten. Dankzij hun indrukwekkende carrière werd Kiss in 2014 opgenomen in V-Rock en Roll Hall of Fame. Hun zwart-wit geschminkte gezichten, de bijzonder lange tong van Gene Simmons en de knallende shows vol vuurwerk, vuur- en bloedspuwen zijn het summum van de Amerikaanse glamrock. Meer info over dit concert vind je op Nieuws nu. Lees meer nieuws op nieuwsonline.nu